Hoi, mijn naam is Gerns Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Roodjes erbij gepakt de gymnasium, oftewel de gymnasium. En de gymnasium, dat is toch wel een wat meer gevorderde inline skate voor iemand die gewoon lekker lange stukken wil maken, die flink wil skaten en absoluut niet bang is om een keer wat harder te gaan. Wat eigenlijk meteen al wel opvalt aan deze inline skate is, ten eerste zijn als het ware makkelijke monteerknop. Ik wil het een boa noemen. Het is geen boa, maar het doet hetzelfde als een boa. Rechtsom draaien is strakker. Linksom is losser. En zo kan je heel makkelijk en snel dus de inline een stuk aandraaien. Dan hebben ze hierbovenin hebben ze nog een traditionele bukkel. Die werkt gewoon precies hetzelfde. Induwen is strakker en uit is losser. Maar je kan hem hier loshalen. En dat hebben ze gedaan zodat als jij jouw perfecte stand hebt gevonden hier als het ware, dat je hem los kan maken en weer vast kan maken. Dan zit hij precies dezelfde strakheid als dat hij gisteren of eergisteren zat. Dan, de schoen is een al aardig stevige schoen. En ze hebben ook hier het skelet. Dat is een glass fiber reinforced skelet. Dus ze hebben echt een stukje stijver gemaakt. En een stuk steviger ook. En de schoen ook merk je meteen. Dit is een ietsje stijvere schoen. Nog steeds hartstikke comfortabel, maar wel gewoon lekker direct. Met aan de voorkant natuurlijk ventilatiestukken, daardoor kan een beetje koude wind naar binnen komen. En zorgt ervoor dat er een beetje verse lucht in je skate komt. En dat ze niet al te warm worden en niet al te hard gaan stinken. Verder heeft hij nog een easy entry stuk. Zorgt ervoor dat je makkelijk in kan stappen met weinig weerstand. En een hele goede hielharnas. Ik hoop dat ik het jullie een beetje kan laten zien in de camera. Nee, niet echt. Maar daar achterin zit de hielharnas. Zorgt ervoor dat, zeker in combinatie met die boa, dat jij mooi achterin die schoen wordt vastgehouden. En dat hij jou niet als het ware je hak omhoog laat komen als jij afzet. Dan, het frame is een magnesium frame. En een magnesium frame is natuurlijk hartstikke stevig. En blijft gewoon verschrikkelijk licht. En dat merk je meteen als je de skate vastpakt. Dus een hartstikke lichte skate. Dan heeft hij 90 mm wielen maar liefst. Zorgt ervoor dat je makkelijk over kleine steentjes heen kan rollen bijvoorbeeld. En dat je gewoon makkelijk meer snelheid kan pakken. 82A hardheid van de wielen. Dus ook als jij een imperfecte weg rijdt, een stuk net niet helemaal lekker wegdek op de dijk bijvoorbeeld. Nog steeds comfortabel hiermee. En ABEC 9, lagers. Met aan de rechterkant zie je meteen een rem zitten. Dat zit alleen op de rechter skate, linker skate niet. Dus als je moet remmen, zou ik adviseren om met rechts te remmen. Mocht je nou meer willen weten over deze skate, kom vooral even langs bij ons in de winkel. Dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Dit is de Roodjes Gymnasium. Oh. Gymnasium dus.